Jamie Seintje, had je eigenlijk hier met 3 punten moeten staan? Ja, zeker. Als je kijkt naar de tweede helft, genoeg kansen. Maar ja, helaas niet benut. Waardoor starten jullie zo stroef tegen Jong FC Utrecht? Ja, daar heb ik geen goede woorden voor. We moesten denk ik gewoon even kijken hoe hun speelden. Hoe hun zouden reageren op ons. Daarom moesten we even wachten. En de tweede helft gaat het wat beter. We hebben genoeg kansen gecreëerd, maar gelukkig helaas niet gescoord. Want in de tweede helft, zoals je al zei, hebben jullie echt kansen genoeg gehad. Het liep een stuk beter. Heb je daar een verklaring voor hoe dat ineens ging lopen bij jullie? Ja, wat ik zei, de eerste helft gingen we even kijken hoe we speelden. En de tweede helft gingen we ons daar meer aan aanpassen. En daardoor scoorde Jari gewoon een goede goal. En dan hadden we eigenlijk de 3 punten hier in Dordrecht moeten houden. Op een gegeven moment, je startte vanaf de linkerkant. Je ging naar de rechterkant toe. Heb jij naar aanleiding ook van dit seizoen echt een favoriete kant kunnen vinden voor jezelf als buitenspeler? Nee, links buiten. Als ik de kans heb om naar binnen te gaan, dan schiet ik. En als ik rechts buiten sta, ga ik meestal buitenom. Dat is, maakt niet uit, links of rechts buiten, maakt voor mij niet uit. Want hoe kijk jij terug op jouw seizoen? Ja, goed seizoen gedraaid vind ik. Ik heb mezelf goed ontwikkeld. En met 9 doelpunten ben ik, 7 assisten ben ik wel tevreden. Waarin heb jij jezelf vooral ontwikkeld, naar je eigen mening? Ja, sowieso mijn fysieke kracht en gewoon het spelletje gewoon beter kunnen lezen. En dat beter kunnen lezen resulteerde althans in 9 doelpunten. Een aantal wedstrijden waar je zeker bovenuit stak. En ik kan me voorstellen dat er ook interesse voor je is. Ja, die is zeker. Maar tot nu toe kan ik daar nog niks over loslaten. Dat komt later wel. Wat is concreet de soort belangstelling dat er voor jou is? Dat mag ik niet zeggen. Nou, kom op. Een klein tipje van de sluier. Nee, dat mag ik nog niet zeggen. Maar de kans is wel groot dat je misschien vertrekt hier aan de Kromendijk. Ja. Dat kan. Met wat voor gevoel kijk jij in elk geval terug op de periode FC Dordrecht dan? Ja, zeker, gewoon heel goed. Echt een goede team, een jonge team. Maar echt goede jongens. En daar ben ik gewoon blij. Ik ben blij met hen. Wat stak er dan voor jou echt uit dit seizoen? Ja, gewoon alles. Gewoon plezier met de jongens, dat is het belangrijkste. Ondanks dat het ook wel eens rommelig is geweest bij deze club. Ja, zeker. Maar ja, wij zijn gewoon goed met elkaar. We vangen elkaar gewoon goed op. En dat is gewoon het belangrijkste. Al met al, wat blijft je dan het meest bij van dit jaar? Ja, zoals ik net al zei, echt alles. Echt alles. Dus misschien dat we jou nog een keer hier gaan zien? Dat zou zomaar kunnen. Dankjewel man. En waar gaat de vakantie heen? Cyprus. Lekker man. Met allemaal teamgenoten of ga je met je vriendin of hoe moet ik het zien? Ja, ik ga met mijn vriendin. Veel plezier. Ja, dankjewel.